De familie Feng Yuki, in de gemeenschap ook wel bekend als de familie van Sun Yi en Co, die heeft er een mega investering gepleegd voor wat betreft hun nieuwste pand te Charlesburg. We spraken met directeur Robbie Feng Yuki over Sun Yi en Co aan de Charlesburg. Waarom de familie in deze tijd nog het vertrouwen heeft in de Surinaamse economie en een dergelijke investering heeft gepleegd. Waarom een zaak aan de Charlesburg met heel wat mogelijkheden voor de Surinaamse consument. Ik zei het al, we spraken er met directeur Robbie Feng Yuki. We voeren nu naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. Leiderschap en eerlijkheid, maar ook hard werken, is ook staat symbool al jaren, 80 jaren. Niet omdat ik bij u zit, maar die gemeenschap weet het, dat deze familie een hardwerkende familie is. De gemeenschap merkt de resultaten en een van de resultaten is nu dit pracht van een gebouw te Charlesburg. Het heeft Charlesburg gelijk ook een ander look gegeven. Is dit een droom van jullie geweest altijd? Om eerlijk te zeggen, ja. We zijn hier geboren, hier getogen en op een gegeven moment denk je ook eraan om iets terug te geven. En u moet het misschien zo zien als een schenking aan de Surinaamse gemeenschap, ook aan de buurt hier. En het is inderdaad een droom geweest om na 80 jaar nu wel iets hierop te zetten. Waar we, voor ons is het ook gemakkelijker werken, om eerlijk te zeggen. We doen nu veel minder wat tijd betreft aan bestellingen. Bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, vroeger moesten we duurde uren voordat we dus bestellingen bij elkaar gezet hadden en dan moet je nog inladen en al die dingen. Met deze grote ruimte zijn we heel snel klaar. Dus dat is voor ons ook een grote tegemoetkoming geweest. Ja. Vanaf de eerste steenlegging tot het moment van nu, hoe lang zijn jullie bezig geweest? Oh, oké. Dat heeft wel een tijdje geduurd. Het heeft vijf jaren geduurd voordat we dit kunnen opzetten. En we hebben dus heel veel speciale dingen ook aan het gebouw. Die gevel bijvoorbeeld, die is een gevel dat een beetje nagemaakt is van het gebouw dat nu in Shanghai staat. En dat gebouw is feitelijk een herdenkingsgebouw aan die World Expo, die ja, zo'n 10 jaar geleden gehouden is in Shanghai. En dat gebouw staat er trouwens ook nog. Dus dat was ook iets dat vrij lang geduurd heeft om het op te zetten. Ik geloof dat de aannemer zelfs iemand uit Shanghai heeft laten komen en om het op te zetten. Er is veel fijn werk. We kunnen straks misschien rondleiden om te zien wat er allemaal gedaan is aan het gebouw. Het heeft lang geduurd. Het heeft 5 jaar geduurd, om eerlijk te zeggen. Lang, te lang misschien. Maar ja, we konden ook niet anders. Heel wat is ook binnengehaald, geïmporteerd. Dus dat houdt ook op. Maar ja, we hebben het gelukkig nu voor elkaar. En we moeten nog een opening hebben, om eerlijk te zeggen ook. We draaien beneden, we hebben dus, hoe noemen we dat, de groothandel hebben we al vast opgezet. Na 5 jaar moet je echt met iets beginnen. We zijn niet eraan toegekomen om alles te doen wat we wilden doen. Dus we zijn nu met een groothandel hier bezig.
En het is de bedoeling dat we heel snel ook een supermarkt hier daarnaast komen zetten. Dus het gebouw is groot genoeg om dat ook te kunnen doen. En ja, dan is ons wens compleet om dus de business die we veilig aan de waterkant bedrijven, nou hier naartoe te brengen. Dat blijft. Dat is dus, daar zijn we begonnen. Dat is dus in feite nostalgie, hè? Want we zullen dat niet opgeven. Het is nu wel een beetje aan renovatie toe. Dus we gaan deze tijd gebruiken om het weer even te renoveren. Het is een houten gebouw, het is monumentaal ook. Je moet je ook aan die regels houden. En dat is wel de bedoeling, dat we dat na gerenoveerd hebben, weer als een businessbron, als een andere bron klaarmaken. Dus dat wordt dan, in feite zijn we daar begonnen. En het zou wel, het heeft zijn emotionele waarde. We gaan het niet opgeven, nee. We gaan proberen om dezelfde business te doen. Alleen de groothandel die is nou officieel hier nou aan de Jaalsburg. Maar de kleinhandel, die komt daar weer. De kleinhandel, die komt daar weer, ja. Ja, Robin, de economie van Suriname, die suddert al een aantal jaren. Velen zullen zich afvragen waarom toch in deze periode van moeilijkheden met de Surinaamse economie toch nog een grote investering. Mijn vraag dus aan u, de familie heeft geloof dus in de economie van Suriname, vandaar deze investering. Ja, om eerlijk te zeggen, om weer deze woorden te gebruiken, hebben we inderdaad hoop in de toekomst. We hebben geluk veilig in Suriname. De berichten over die olievondsten bijvoorbeeld voor onze kust, die zijn echt hoopgevend. En we hadden niet gedacht dat we de afgelopen 2-3 jaren, die hebben ons echt tot goed nadenken gebracht om te zeggen, hey, zijn we niet verkeerd bezig, jongen. Kijk wat er met het land nou gebeurt. Maar ja, zoals ik zo net zei, hebben geluk. Plotseling hebben we nou die grote olievondsten voor onze kust. Dus die zijn echt hoopgevend. We zijn maar een kleine bevolking met zoveel olie. Het zal wel zeker gaan lukken, dacht ik hoor. Management speelt altijd een rol in Suriname. Maar we hopen dat echt serieuze mensen krijgen die de zaak zullen managen. Je weet wat ik bedoel. En dat we dus flink kunnen genieten van van de olieopbrengsten in de toekomst. Ja, dat is misschien nog, het duurt nog een tijdje voordat we de eerste vaten kunnen ontginnen, maar 5 jaar is ook weer niet lang hoor, voordat je, ik hoop dat ik het nog meemaak. Durft u bedragen te noemen, heer Robbie, wat het investeringskapitaal hier is geweest? Oh, ja, het loopt in de miljoenen US dollars hoor. We hebben echt veel besteed aan dat gebouw hier. Het is meer via een lening geweest. En het bedrag, het zuiver bedrag, ja. Het is zeker meer dan 5 miljoen, veel meer dan dat. Waarin, een bedrijf dat nu 80 jaar plus bestaat, waarin is volgens u, of waarin zit de kracht van Sunyi dat jullie zo lang meedraaien in de Surinaamse economie? We hebben er altijd voor gezorgd dat we goede dingen verkopen. Want vooral de laatste 20 jaar komt er heel wat uit Azië, China vooral. Veel namaakdingen en kopieën van dingen die gemaakt worden, daar is
Azië heel bekend om. En we hebben altijd door de jaren heen hebben goede merken, bekende merken. Hebben we kunnen interesseren in Suriname. Tenminste, we hebben een merk als Likinki, om maar even te noemen, die is wereldbekend. En daar zijn wij vertegenwoordiger van. Dus we zijn vertegenwoordiger van heel wat bekende merken in de wereld. U gebruikt Tegenbalsem ook. Ja. Oké, tegenwoordig heb je heel wat andere mentholated, dus dingen die dezelfde bestanddelen bevatten, die Tegenbalsem beconcureerd wordt. Maar Tegenbalsem is bijvoorbeeld ook iets dat al langer dan 100 jaar bestaat. Likinki trouwens ook. Het zijn wereldbekende merken. En daar zijn we dus vertegenwoordigers van. Dat heeft ook een beetje bijgedragen dat we het zo lang hebben kunnen volhouden. En natuurlijk ook de service. Ik heb Michael, een broer die zijn tv-programma heeft en zodoende de spullen introduceert. We hebben nu een nieuwe generatie mensen. De oude generatie die kent al deze dingen al. Dat heeft waarschijnlijk mijn vader voor gezorgd. Maar er zijn ook nieuwe dingen bij. De laatste 20 jaar halen we ook dingen uit Thailand. En die moesten geïntroduceerd worden. En die Michael Show, die is daar heel goed van toepassing geweest wat dat betreft. Ja. Hij heeft heel wat van die Thaise dingen, die typisch Thaise dingen, kunnen introduceren in zijn show, die nu vrij goed verkocht worden, ja. Die boodschap aan die gemeenschap, daarmee bedoel ik dan vanaf de top van het land tot de kleine man, wat zou dat zijn? Aan de top, we zullen met de top beginnen, hoop ik dat we vooral met het buitenland niet meer, veel meer contact kunnen hebben, want zonder het buitenland kom je nooit vooruit als klein land. En dat zie ik al gebeuren, dus ik hoop dat het zo doorgaat. En ik hoop, wat ook heel belangrijk is transparantie. Dat het volk te zien krijgt wat er gebeurt en ook dat ze goed gebruik maken van de inkomstenbronnen. Ik denk aan goud. Goud is op het ogenblik, heeft een heel goede wereldprijs. Ik hoop dat we dus ook meer royalty uit kunnen verdienen en dat op de eerste plaats goed besteden. Ik geloof dat hout ook goed verkocht wordt. Dat we dus uit de inkomsten van deze natuurlijke hulpbronnen. En natuurlijk krijgen we in de toekomst ook aardolie en dat soort dingen. Dat er daar goed gebruik van gemaakt, dat het volk ook van kan genieten. Dat is dus wat de top het beheer betreft, het managen betreft. Wat de kleine man betreft, oh ja, misschien is dat geen goede omschrijving om klein meer klein te gebruiken, maar u weet wat ik bedoel. Ja, om toch nog hoop te hebben dat het beter wordt. We hebben hier een kleine bevolking. Zie je, het is net als een klas met 25 leerlingen en dan weer een klas met 10 leerlingen. In een, of een gezin met 3 personen en een gezin met 6 personen. Je kan Suriname daarmee vergelijken met een klein gezin. Dus het moet niet moeilijk zijn om wat we verdienen onder het volk te verdelen. You know. Zodat, daarmee bedoel ik dat, dan kom ik weer misschien op de inkomsten, de natuurlijke hulpbronnen, dat die goed verdeeld wordt onder het volk. Dus
het volk, tenminste, ja, ik zeg het weer, kleine man misschien, die moet met hoop leven. Het wordt wel beter, dacht ik. Trouwens, dat hebben wij ook. Als je nagaat wat er nou in business gebeurt, wil je haast opgeven. You know, het, wat we hier iedere dag zo'n 60 man werken. En ja, de verdiensten zijn echt niet meer wat ze wezen moeten. Dus in feite draaien we haast zonder winst. Het is meer om de lonen uit te betalen. You know. Maar we zijn hoopgevend en we hopen dat het volk ook, het Surinaamse volk ook, hoopgevend blijft. Het zal wel beter worden, dacht ik. Ja, het ziet er wel naar uit. Ja, hopelijk dat het de COVID vooral uit de wereld geholpen wordt. Tenminste, de pandemie. Want dat is ook een van de redenen waarom het zo slecht gaat met de economie. Hè? We kregen niet genoeg openingstijden en dat soort dingen. Maar ja, het is te begrijpen hoor.